Nou, Daniel, welkom. Dank je wel. Zoals jouw jaar de laatste paar jaar altijd uitzag, je hebt altijd een mooie opdeling, waarin, geloof ik, in elk jaar in ieder geval een reis ook voorkomt. Ja. Wat was de reis die je afgelopen jaar voorafgaand aan deze plaat gemaakt hebt? Toronto, Seattle. Die stond nog open? Ik was nog niet in North Dakota geweest. Dus ik heb nu mijn 48e staat afgevinkt. En welke heb je nog te gaan? Alaska en Hawaii. Alaska heb je niet even meegepikt vanuit... Nou, dat is nog wel een aardig stuk hoor. Ja? Ja, want als je vanuit Vancouver is dat toch nog wel een heel stuk naar Alaska. Maar die gaat zeker nog komen. Hawaii weet ik niet. Te zomers misschien. Is voor jou het reizen, kun je het meer zien als ontladen of opladen? Ja, dan allebei. Ik heb het nog nooit zo bekeken, maar als ik daar tussen mag kiezen, tussen wat je me voorlegt, dan is het allebei. Maar het is voor mij gewoon even heel ergens anders zijn en in een omgeving waar ik graag ben en mooie natuur en de gekke vlaktes en mooie muziek. Ja, want als je een van die dingen noemt, wat was voor jou een waardevolle ervaring die je deze keer hebt meegemaakt? Ik vond Roosevelt National Park in North Dakota heel mooi, want dat is het eerste national park van Amerika. Hadden ze op die prairie, ik geloof in 1908 of in 19, nou ja, in ieder geval rond die tijd hebben ze daar gewoon om een stuk prairie een enorm stuk hek gezet en dat gewoon gelaten zoals het was. Met wel wat zandpaden erdoor gemaakt en daar kon je naar rijden, maar er liepen echt nog bizons en een vrij vast gebied. Ik had het idee dat het net zo groot was als heel Noord-Nederland of zo. Ja. En dat vond ik heel mooi. Hoe vind je dat van die natuur waar inderdaad niks aan is gebeurd? Zonder... Ja, dat vind ik prachtig. Dat is daar nog veel natuurlijk. Ja. Dat vind ik heel mooi om te zien. En 's nachts de sterren, het was droge lucht, dus je zag heel veel sterren. En dan zie je pas hoeveel satellieten. We hebben zelfs de sterren helemaal al vervuild wat dat betreft. Dat is, ja. Maar goed, ik pleeg ook graag een sms'je met de telefoon, dus ik moet niet zeuren over satellieten. We maken ons allemaal schuldig aan. Ja. Je laatste nummer op de plaat, Arcadia. Als je een plek zou moeten beschrijven die dat in jouw gevoel het meest benadert. Is er eentje die je direct te binnen schiet? Nou ja, Arcadia, dat is... Ja. Zo noemden de Grieken het paradijs. En ik heb het nummer geschreven toen ik was ik weer op bezoek geweest in Twente. Bij Vassen, met Mander. En daar heb je een mooie watermolen en een beekje en de S van Vassen. En dan zie je, wat is daar mooi. Dat vind ik echt, daarom moest ik ook aan het woord Arcadia denken. Dat was wat voor jou een beetje belichamen? Ja, zo kwam het nummer en toen was ik ermee bezig en toen dacht ik, ja, paradijs. En uiteindelijk, daarom zit er aan het eind van het nummer ook een beetje met dat, ik zie dat zo voor me, als je dat hoort, het is net of dat spaceship zo wegvliegt. Zo. En dan denk ik dat uiteindelijk het Arcadia is voor de mens. Dat wat we nu aan het doen zijn op aarde, dat is gewoon nog een soort kraamkamer voor de mensheid. Dat zingerplatform misschien. Ja, en uiteindelijk over een paar eeuwen gaat er een soort als leven van de mens in zo'n schip. En die gaat dan de echte reis. Net als de mensen uit Afrika is vertrouwd ooit. Misschien wel zoiets. Waarom denk je dat? Dat zo is? Ah, dat vind ik gewoon een mooi beeld. Hoor. Gewoon dat het dan zo is. Als je dan ziet onze ploeteren en knooien hier op aarde en dan... Want, hoe zou je het zien als je in de andere kant zat en je zou het, zeg maar, de aarde van bovenaf bekijken? Welk gevoel zou je dan bekruipen, denk je? Ja, dan zou ik ook wel denken van... Als je op de aarde zou kijken, bedoel je? Ja. Dan zou ik ook wel denken van, nou maak je niet zo druk allemaal, maar ook wel van, nou moet het nou zo? Ik denk dat wel de voornaamste, als ik vanaf een wolk naar beneden zou kunnen kijken, dan zou dat toch wel de voornaamste zijn. Dat ik denk van, nou, moet dat nou zo? Maar is een soort utopisch misschien hiernamaals, is dat wel een waardevol begrip voor jou? Of iets waar je blijkbaar vorm heeft in jouw leven? Of... Blijkbaar. Ik denk bij iedereen hoor. Ik denk dat het een soort iets in een menshoofd is. Daarom zit het bijna elke religie, heeft ook een paradijs. En daarom is het Adam en Eva verhaal ook zo aangrijpend, omdat het... Ja, het is net of we ooit verbannen zijn uit het paradijs. Dat gevoel heeft iedereen wel ergens diep van binnen zit of zo. Dat zit gewoon in de mensen. Wat dat precies is, dat weet ik ook niet. Dat zouden de filosofen dus uit moeten zoeken. Ja, dat is vast al gedaan trouwens. Ik hoorde laatst een theorie van iemand
dat eigenlijk bijna alle religies beginnen met een paradijs bijna. Ja, dat, ja. Dat je zou zeggen van we werken naartoe, maar dat je het anders omgeredeneerd misschien kan zeggen dat we er van afwijken juist. Ja, dat denk ik vaak wel, ja. En dat juist kleine dingetjes als mooie dingetjes juist een beetje paradijs zijn of zo. Mooie muziekjes, een goede maaltijd, liefde. Mm-hmm.